Ja, het museum Maar van den Berg is een museum dat eigenlijk een huis is. En als het gaat over een huis, daar zitten mensen achter. En dan gaat het eigenlijk vooral over twee mensen. Henriette van den Berg en haar zoon Frits van den Berg. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, langs de ene kant krijg je hier het verhaal van kunst. Maar anderzijds krijg je ook een stuk het verhaal van die familie. Henriette van den Berg komt uit een welstellende familie. Haar vader, Jan van den Berg, was senator, was gemeenteraadslid, is zelfs heel even burgemeester van Antwerpen geweest. Actief in de havenindustrie. En als je daar nog een extra cent wou bijverdienen, dan moest je gaan bier brouwen. En die Henriette, die is amper 19 en die huwt met een Emil Maier, een Duits ondernemer. Wat maakt dat Henriette eigenlijk vrij snel een eerste zoon heeft, en dat is Frits. En Frits, ja, dat ligt zo'n beetje in de lijn van de verwachting en ook wat men verwacht in die tijd van een zoon uit een welstellende familie. Die gaat naar Gent en die gaat daar rechten studeren. En dat duurt uiteindelijk maar 2 jaar, want dan overlijdt de vader. Frits stopt met zijn studies, keert terug naar Antwerpen en die vestigt zich eigenlijk in het huis waar ook de moeder nog altijd woont. En het is van daaruit dat het hele verhaal vertrekt dat Frits mag verzamelen. En al dat geld wat in de familie werd vergaard, dat werd eigenlijk ingezet in de kunstaankopen die Frits realiseerde. Beeld u zelf in dat je zoon bent van een moeder en die moeder zegt, ja, nu mag je uw ding doen. Want wat is uw passie? Dat is verzamelen, dat is kunst kopen. Doe maar. En over die tijdspanne van 10 jaar verzamelt hij bijna 6000 stuks. Om een idee te geven, dat wil zeggen dat hij per dag 2 stuks aankocht. Er kwam ook enorm veel op de markt. Op het einde van die 19e eeuw, alles wat met gotiek te maken had, dat was eigenlijk wat oudbollig. Vandaar ook ja, die Vlaamse primitieven die voor een appel en een ei konden worden aangekocht, bij wijze van spreken. Een quinte met size 3-luik koopt hij voor 8 frank aan. Wat eigenlijk een ongelooflijke, waanzinnige prikprijs is. En waar hij ontzettend van hield, was om werk aan te kopen van Anonymous. Anonieme kunstenaars en daar een soort van onderzoek rond uit te voeren met de grote ambitie om nieuwe toeschrijvingen te doen. Als hij kon aantonen, ja, ik heb hier een werk, ik denk dat het die kunstenaar is, dan werd hij daar ook in gerespecteerd. Dus dat was wel iets wat voor hem van belang was. Dat onderzoek, dat aspect van onderzoek daarin. De manier waarop dat de Dolle Griet in de collectie terecht is gekomen is een fascinerend verhaal. Je moet weten dat als we het reisverhaal van de Dolle Griet zouden reconstrueren, dan is dat een werk dat hier in Antwerpen, Brussel gemaakt is door Pieter Breugel de Oude, dat terechtkomt in een private collectie en via omzwervingen terechtkomt aan het Hof van Rudolf II in Praag. Waar op het midden van de 17e eeuw de Zweden dat hof plunderen, dat schilderij dat ging holder de bolder richting Zweden en dan eigenlijk helemaal van het toneel verdwijnt. En Frits heeft eigenlijk een soort van een agent, Max Friedländer, en die komt in een veilinghuis. En die ziet daar eigenlijk ergens bovenaan, in een donker hoek, een schilderij dat hem intrigeert. En hij neemt een ladder. En hij kruipt op die ladder en hij gaat dat van dichtbij bekijken. En Friedländer schrijft aan Frits, ja, ik heb hier een schilderij gezien. Het is een voorstelling van een vrouw die door een landschap trekt en een strooptocht onderneemt. En Frits leest dat, heeft het schilderij dus niet gezien,
maar geeft eigenlijk de opdracht aan Friedländer om het werk aan te kopen. En Friedländer koopt het aan voor 488 frank. Dat zegt dan eigenlijk ook iets over die kennis die Frits heeft vergaard, want die voorstelling van een dulle griet, dat associeert Frits eigenlijk onmiddellijk met een passage in een boek van Karel van Mander. En Karel van Mander is een, je zou kunnen zeggen, een biograaf, geschiedschrijver, die in 1604 een biografie schrijft van de grote Vlaamse kunstenaars. En van Mander is belangrijk omdat van Mander natuurlijk vaak zaken die hij beschrijft uit eerste hand heeft. Karel van Mander weet dat aan het hof van Rudolf II in Praag dat daar ook een schilderij was die een dulle griet voorstelt. En het is die passage uit Karel van Mander die Frits gelinkt heeft met het schilderij dat hij dan heeft aangekocht. En hij laat dat weten aan een kunsthistoricus en die zegt van ja, klopt, dat is de Breugel. Je hebt een ongelooflijk goede ontdekking gedaan. Maaier van den Berg is natuurlijk vooral gekend, dat is een beetje de eyecatcher, dat is onze Mona Lisa, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is die dulle griet. Nu, van de bijna 6000 stuks die hij verzameld heeft, zijn er op dit moment meer dan 60 die op wat men noemt de topstukkenlijst staan. En het bijzonder merkwaardige is dat er een aantal werken op die topstukkenlijst komen waarvan je niet onmiddellijk verwacht van ja, is dat dan een topstuk? Een van de fascinerende stukken, dat is het kerstwiegje. Dat is een stukje dat helemaal in hout is gesneden, waar een kindje Jezus op dat bedje ligt en waar onderaan belletjes hangen. En als je goed kijkt, dan zie je dat daar ook een aantal onderdelen in geschilderd zijn. Een aanbidding van de Maagd Maria. Je ziet dat eigenlijk in hele kleine schilderijtjes. Wat maakt, als je het kistwiegje zou uitvergroten, dat je ongelooflijk versteld staat van de ontzettende kwaliteit en van de vindingrijkheid van de maker van toen. En wat was de functie van zo'n kistwiegje? Dat was een gebruiksvoorwerp. Nu zien we dat, dat komt in een museum en dan mag je daar eigenlijk niet aankomen en dat is gedoemd om, ja, om eigenlijk in een schrijn te worden geplaatst, maar eigenlijk werd het toevertrouwd aan kloosterzusters en zij wiegen eigenlijk het kindje Jezus. En dan hoor je de belletjes. En eigenlijk komt het bijna ook over als een soort van contemplatie. Een soort van, ja, we zouden nu zeggen, een zenmoment. Dat is natuurlijk de enorme kwaliteit van iemand als een Frits Maaier van den Berg, die enerzijds zijn oog laat vallen op zaken waar je gewoon niet onderuit kan, maar tegelijkertijd heeft hij ook een ongelooflijk scherp oog voor kleinoden. Dat is dat kerstwiegje, maar dat is ook bijvoorbeeld een halssnoer. Een halssnoer met 44 kleine kopjes, hoofden, die zijn uitgesneden uit kersenpieten. Probeer maar van 44 kersenpieten karakterkoppen uit te snijden. Wel, uit die tweede helft van die 15e eeuw waren er effectief wel kunstenaars, houtsnijders, die erin slaagden om dat op een meesterlijke manier te doen. Als je kijkt naar die 44 kersenpieten, dan herken je het hoofd van een paus, je ziet het hoofd van een priester, je ziet het hoofd van een boerin, van een moor. Mensen van allerlei verschillende achtergronden, rassen. We hebben nu de mond vol van een diverse wereld. Maar in die tweede helft van de 15e eeuw is er ooit iemand geweest in de Nederlanden die eigenlijk al heeft gezegd van ja, hier, dit is de wereld van nu. Dit is eigenlijk ook een hele diverse wereld. Het is trouwens een stuk dat die in zijn eerste jaren als verzamelaar op de kop weet te tikken.
Frits is eigenlijk om het leven gekomen in het voorjaar van 1901 met een val van zijn paard. En dat is zeker vast ook iets wat Henriette ontzettend heeft getroffen, dat ze van de ene dag op de andere bij wijze van spreken afscheid moest nemen van haar geliefde oudste zoon van Frits. Zij wist ook absoluut zeker wat ze zou doen met deze collectie die Frits verzameld had. Zij zegt van ja, mijn dierbare Frits is hier niet meer, maar ik wil wel een eerbetoon brengen aan hem, aan datgene wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan en bij elkaar gebracht en verzameld. Zij slaagt erin, op 3 jaar tijd wordt dat museum geopend. Dus zij had daar een heel duidelijk idee van. En eigenlijk zegt Henriette, dat is het afgesloten verhaal van het verzamelen van Frits. Dat is natuurlijk ook die enorme kwaliteit van dit museum Maar van den Berg. Dat het wel lijkt alsof dat in 1904, dat je binnenkomt, Henriette doet de deur open en zegt van ja, snuist er hier maar doorheen het hele huis van kamer tot kamer. Het is wat het is. Het is zoals het was en het is zoals het bedoeld is.